Welkom allemaal in de Bieb op zondag. Zijn jullie al vaker op zondag in de Bieb geweest? Elke keer. Oh, wel de kerk. We zijn hier vandaag bij elkaar om te gaan luisteren naar Trinitas. Heel mooi trio uit Wageningen. En daarvoor spreken we nog even met Dionne van Haastert. Dat is een oud collega van mij. En toen ik haar brief las aan haar Indische oma, die ze nooit heeft leren kennen, ontroerde dat me heel erg. En ik dacht meteen aan haar toen ik wist dat Nederland leest dit jaar het boek Mevrouw, mijn moeder van Yvonne Kulse zou uitdelen. En daarom wil ik haar naar voren roepen. Om deze brief voor te lezen. Ze heeft ook een hele mooie stem. Ik heb haar ook in een podcast gehoord. En wil je eerst nog wat vertellen over de brief? Of meteen starten? Vertel maar. Nou, het is misschien wel leuk om even te vertellen in... In welk kader deze brief geschreven is. Ik heb het afgelopen jaar meegedaan in Tracing Your Roots. Dat is een initiatief van de Stichting Verhalen Over Leven. En dat was een samenwerking met Nationale Theater. En daarin ben ik met 17 andere mensen samen op zoek gegaan naar onze familiegeschiedenis. En dat waren allemaal mensen met een Molukse of Indische of Indonesische achtergrond. En dat was een heel bijzonder jaar. En we hebben daarin heel veel geleerd. We zijn naar het Nationaal Archief geweest. We zijn begeleid. We hebben heel veel historisch onderzoek gedaan. Onderzoek gedaan naar foto's. En verhalen uitgewisseld. En dat is wel heel mooi, want ik heb mijn eigen opa en oma nooit leren kennen. En dan in één keer krijg je via de verhalen van andere mensen, via de familie van andere mensen, en iets wat meer informatie over wat wellicht ook het verhaal van je eigen opa en oma zou kunnen zijn geweest. En het eindresultaat van die samenwerking tussen het Nationale Theater en Tracing Your Roots zijn een aantal brieven die zijn geschreven aan mensen uit het verleden, heden en de toekomst. En mochten we zelf kiezen, dus ik heb mijn oma gekozen. En er zijn 4 podcasts opgenomen. En die zijn opgenomen in het kader van de voorstelling De Eeuw van Mijn Moeder. Die kennen wellicht sommigen van jullie misschien wel. En dat heet De Eeuw van Mijn Voorouders. Dus de brieven en de podcast zijn eigenlijk het eindresultaat van onze zoektocht. En mijn brief ga ik vandaag met jullie delen. Dankjewel. Ja, applausje is misschien goed. Aanmoediging. Zal ik hem... Ja? Altijd wel een beetje zenuwachtig om te delen, want het is heel persoonlijk. Dus als mijn stem een beetje trilt, dan begrijpt u waarom. 100.000 kinderen en volwassenen werden tijdens de Japanse bezetting van Indonesië geïnterneerd in kampen. Ook mijn opa en oma. Met 2 kleine kinderen. Zij spraken hier nooit over. Omdat ik mijn oma nooit heb leren kennen, schreef ik haar een brief. Lieve oma, ik weet niet hoe je loopt, ik weet niet hoe je ruikt, ik weet niet hoe je praat. Mijn handen zijn klein en kriepoet, net als die van jou. Ik ken je dromen en je grapjes niet, ik heb je knuffels nooit gevoeld en je stem nooit horen voorlezen. Ik ben gek op prularia, net als jij. Een sigaret met een hele lange as. Altijd verzorgd. Zelfs een tikkeltje ijdel. Kliporbellen, roze lippenstift. Haren in de krul. Een grote, ronde bril. In slaap vallen tijdens het eten. Een echt Indisch dametje. Lijk ik op jou? Anekdotes maken geen persoons. Details maken geen oma. Alle flarden aan informatie slurf ik op. Om zo een beeld van jou te kunnen vormen. Een beeld van Etty. Oma Etty. Mijn oma Etty. Wie was jij? En hoe was jij? Ze zeggen dat je gek was op bloemen en planten. Je sprak er tegen en streelde de blaadjes. Dat doe ik ook. Je cijferde jezelf weg
en was gek op Jamil, jouw verzinselwoord voor lekker snijden. Lief en makkelijk in de omgang, je maakte de lekkerste chili con carne soep en had altijd cadeautjes in huis voor je kleinkinderen. Ik heb een gat in mijn hand. Net als jij? Ik zoek naar antwoorden. Stel vragen aan iedereen die jou heeft gekend. Hoe was mijn oma? En wie was mijn oma? Is de pijn die ik voel in mijn buik jouw verdriet? Ik ken je angsten niet. Ik weet niet wat jou in de nacht wakker hield. Hoe het was om jou thuis in Indië en die tuin vol prachtige bloemen achter te laten. Een leven waarin pracht en praal de grootste rol speelden, maar alles uiteindelijk schijn was. Zijn mijn angsten jouw nachtmerries? Had je heimwee naar een land dat er niet meer is? Heimwee naar een huis dat er niet meer is? Naar de familie die je daar achterliet? Naar het leven dat je los moest laten? En naar die versie van jou die achterbleef op de kade van Tanjung Priok? Ik heb heimwee. Heimwee naar jou. Soms praat ik, maar dan zeg ik niets. Ze zeggen dat jij dat ook deed. Ik weet niet wat jouw ogen hebben gezien in het kamp waar je je dochter verloor. Hoe het voelde om met een pistool onder je kussen te slapen. En toch voel ik het. Hoe kan dat? En die schaduwen die mij lijken te volgen, horen die bij jou? Lieve oma, mag ik je kennen? Want pas als ik jou ken, dan pas ken ik mezelf. Dank je wel. Dank je wel Dionne, voor het delen van dit hele, deze hele persoonlijke brief. Ik denk dat iedereen wel die liefde voor een oma herkent, of je die nu wel of niet hebt ontmoet. Ik moet ook meteen aan mijn oma denken als ik jou hoor praten. Mijn oma die... die was ook heel netjes. En die wilde altijd dat alles recht hing. En die had altijd een snoepje voor. Ja, precies. Ja. We zijn hier ook omdat deze hele maand het Nederland leest is. We hebben heel veel boeken van Yvonne Kuls, mevrouw mijn moeder, hier klaarstaan voor jullie. Ook een paar op jullie stoelen, een beetje zoals Oprah. En ik hoorde dat dit jouw lievelingsboek was. Of is. Of een van jouw lievelingsboeken. Ja, lastig te kiezen, ja. En dat je een stukje hebt uitgekozen om met ons te delen. Ja, dus, ja, ik had meteen al wel een stukje in mijn hoofd, omdat ik dacht van, wat past een beetje bij de brief? Of in ieder geval bij wat we hier vanmiddag natuurlijk doen. Dus ik heb een klein stukje uitgekozen wat ik graag wil voorlezen. En het gaat eigenlijk over dat als iemand overlijdt, dat misschien het lichaam wel weg is, maar dat dan de ziel er altijd nog wel is. En dat je als je over iemand blijft praten, dat diegene dan ook gewoon er nog steeds voor je is. Mijn tantes hadden mij de kamer met het hemelbed gegeven. Het bed waarin mijn moeder, haar zusters en halfzusters bijna een eeuw geleden geboren waren. Misschien dat het daardoor kwam. Ik werd wakker en ging rechtop in het hemelbed zitten. Mijn moeder stond naast mij. Ze leefde. Ze zag eruit zoals ze in de oorlog eruit zag. De wollen doek om haar hoofd. Haar bontjas aan. In de slaapkamer van haar huis in Salatiga. In de warmte van de tropennacht stond mijn moeder met een wollen doek om haar hoofd en haar bontjas aan. Mam, riep ik. En ik strekte mijn armen naar haar uit. Ze kwam iets naar voren en gaf mij de gelegenheid haar in haar armen te nemen. En ik voelde haar. Ik voelde haar. Ik voelde de vorm van haar lichaam. Ik voelde mijn wang tegen de hare. Dus toch, dacht ik. Het kan toch. Dood is niet dood. Je kunt een vorm uit je leven kiezen
en er in die vorm weer zijn, al was het maar voor heel even. Mam, riep ik weer. Ik ben toch maar weer gekomen, zei ze met die langzame, zangerige stem van haar. Ik wilde haar steviger vasthouden, maar ineens gleed ze uit mijn armen weg. Weg. Misschien werd ik toen pas goed wakker. Ik vond mezelf terug met mijn armen naar voren gestrekt, rechtop in het hemelbed. Een visioen? Een droom? Ik wist het niet, maar ik had haar gevoeld. Dankjewel. Jij ook. Ik wilde nog vragen. Wat heb je geleerd over jouw familiegeschiedenis tijdens de eeuw van mijn voorouders? Tracing your roots, je wortels zoeken. Heb je iets geleerd wat je daarvoor nog niet wist? Of goede gesprekken gehad met je ouders? Ja, ik denk dat ik sowieso heb geleerd dat ik me eigenlijk al best wel Indisch voelde ook. En daar heb ik nooit zo over nagedacht. Want mijn vader zit trouwens daar. Die is niet heel erg actief geweest in ons dingen meegeven. Of daar heel erg bewust mee bezig geweest. Mijn moeder trouwens wel. Mijn moeder is gewoon Nederlands. Maar ik heb dat dus heel erg ervaren. Dat ik dacht van, oh, ik herken heel veel in deze mensen. En dat heb ik eigenlijk altijd al zo gevoeld. En ook dat je niet per se, je wil heel graag de mensen die je niet hebt leren kennen, die wil je heel graag leren kennen. Want het wordt bijna een soort van mysterie. Van wie waren die mensen dan? En hoe voelden ze zich? En hoe roken ze? En hoe bewogen ze zich? Maar dat je dat dus ook kan ervaren door soortgelijke verhalen te horen. En hele persoonlijke soortgelijke verhalen te horen. Dus door ook dagboeken van opa's en oma's van andere mensen die in dezelfde omgeving zijn geweest, een beetje hetzelfde leven hebben geleid, dezelfde manier naar Holland zijn gegaan. Ja, dat vond ik heel mooi, dat je herkenning kan vinden bij elkaar. En dat dat eigenlijk niet per se alleen maar te maken heeft met een bepaald land of een bepaalde achtergrond. Dat je dus herkenning kan vinden in de verhalen van andere mensen. Ja, daardoor een beetje inzicht kan krijgen. Ja, je hebt ook echt vrienden gemaakt in dat project, ja. Ja, zeker. Eigenlijk gewoon familie. Ja. Ja, heel bijzonder. Dat was echt meteen ook gewoon, ja, dat gewoon goed zat. En ook omdat je dingen herkent. En wat wel een verschil is, het was veel derde en vierde generatie. En wij hebben ook geleerd, hè, pap, dat mijn vader is dan eerste generatie, mijn vader is in Indonesië geboren, dat ik dan anderhalve generatie ben of zo. Dus dat zijn ook wel weer dingen die je tegenkomt. En wat ik ook wel heel erg mooi vond, is mijn vader die is de laatste tijd veel meegeweest naar ook naar Museum Sophiahof bijvoorbeeld, naar lezingen, naar documentaires. Dat ik merkte dat er bij hem ook heel veel nieuwe details omhoog kwamen. Terwijl hij was 5 toen ze met de boot gingen. En ja, wat weet je dan nog uit die tijd? Maar blijkbaar weet je ziel dus nog heel veel als dat wordt getriggerd. Dus ja. Ja. Mooi, wat mooi. Dank je wel. En ook heel leuk dat u erbij bent, vader van Dionne. ik wil Lulu erbij halen. Lulu, jij gaat zo optreden met liedjes uit Indonesië. En ik wilde even vragen, herkende je iets uit helemaal, de brief of helemaal, uit het programma? Helemaal. Oh, sorry. Helemaal. Fantastisch. En wat jij ook zegt, ik vind het toch wel een verrijking dat je toch uit twee culturen komt. Hè? Je verdiept je. Eigenlijk was het bij mij ook precies hetzelfde. Toen ik 6 was, had ik eigenlijk, wat is Indisch? Hè? Dat weet je niet. Pas later. En nu. Nu ik 36 ben. Ga je steeds meer interesseren in de cultuur. En in de verhalen van, helaas zijn mijn ouders er niet. Maar in de verhalen van anderen. En ook in de tweede generatie. Ik ben dus ook iemand van de tweede generatie. Wat heeft ze beoogd? En ik vind het gewoon een mooie verrijking. In ieder geval. En die verhalen, ja, fantastisch. Is sowieso Yvonne Keuls, een van mijn favoriete schrijfsters.
is heel aan te bevelen hoor. Maar goed. Ja. Dankjewel Lulu. En dan wil ik bij deze aan Geeske, voorzitter van de cliëntenraad van Rumakita, officieel een boek van Yvonne Kuls, mevrouw mijn moeder, overhandigen. En dan ga ik even voor naar boven rennen. En ik doe deze microfoon uit en nog heel graag even een applaus voor Dionne. Dankjewel, lief van de muziek. U ziet hier een foto van ons drieën. Leo van Dorp uit Nederland, oorspronkelijk, van origine, met zijn fluit. En links een echte, ras-echte Surinaamse Nederlander, zo moet ik het zeggen, hè? Toch? Ja, vast wel. En ik ben geboren in Solo, Surakarta. En eigenlijk pas sinds ik in Dennerust aangenomen werd, begon mijn interesse in de Indische liedjes en de Molukse liedjes. Want wij mochten ook namelijk toen, en dat kunnen jullie allemaal beamen, geen Indisch of Maleis praten, zoals het heet. Hè? Dus vandaar liedjes voor de bewoners, die we met name bij Rumakita komen vaak daar en spelen. En dat is gewoon fantastisch. Ook een herkenning van ze. En voor sommigen is het eigenlijk vanzelfsprekend. En die liedjes. Maar misschien een paar liedjes niet. Die we zo meteen te horen brengen. En je zult zeggen, nou wat doen wij met z'n drieën? Wat hebben jullie? Nou, Leo die had gewoon van de ritmische en de prachtige klanken van de krontjong eigenlijk. Hè, of hoofdzakelijk. Maar goed, en jij ook. En toen keken we elkaar aan. En de Nasi Goreng. Dus wij, hij zeker hoor. Nou, ik praat niet zoals normaal al te veel, lijkt mij. Hè, want we gaan lekker muziek maken. Ik wou u dus Slamadatan wensen. En weet u wat Slamadatan betekent? Ja, natuurlijk hè. Welkom. Dat is eigenlijk een verwensing van welkom. Welkom Slamat Jalan. Slamat Makan. Maar dit keer Slamat Datang. Goed, u ziet hier het kaartje van Indonesië. Moet u voorstellen, Indonesië. Zo. Dat is dus 1.904, ik kijk even achter, af, 569 kilometer, vierkante kilometer, totale oppervlakte. En met een populatie van 267.000 miljoen. Vele. En de hoofdstad is natuurlijk niet Batavia, maar Jakarta. Ja, goed. Dit is Indonesië nu en dan kijken we eventjes hoe het vroeger was. Natuurlijk, de VOC, wie kent het niet. Ik ga niet het hele geschiedenis vertellen, want dan zitten we hier nog steeds. Maar wat wel leuk is van de geschiedenis is, wij zijn het gevolg van de geschiedenis. Dus daarom zitten wij hier. Het is toch wel een heel zeer complexe geschiedenis. Maar goed, in ieder geval vandaag gaan wij een deel van de muziekstromingen van Indonesië belichten. En dat zijn dus de Nederlands-Indische liedjes. Ja? Uit de gordel van Smaragd. Ja. Maar dit, wat is dan krontjong? Ik zei het nogmaals tegen Sam, nee, je moet niet zeggen dat wij krontjong spelen. Nee, wij spelen gewoon liedjes uit de gordel van Smaragd.
Want zie hier, zo'n Crontion ensemble bestaat eigenlijk uit 7. In Amsterdam heb ik, waar kwamen ze met 20 man. Maar met name is de hoofdinstrument toch de, vind ik, de souling, de fluit. En de contrabas, de ukuleles, de gitaren en natuurlijk die vergeten de zang. En heel soms de percussie. Ja, en de viool, niet te vergeten, ja. Maar die zijn er niet, hè, Jean? Heb je die niet meegenomen? Of, sorry, Leo. Goed. Nou, oh ja, Crontion. Heel in het begin 1600 waren de Mardijkers en de Portugezen, dat wil ik even vertellen, want dat is natuurlijk heel belangrijk, die begonnen eigenlijk met de Crontion, het Crontion-spel. Mardijkers werden ze genoemd, de zeg maar in vrijheid gestelde slaven van Portugal. En natuurlijk ook de ex-slaven van Nederlands-Indië. Wij gaan, volgens mij, is er... de Tempo Dulu. Wat betekent eigenlijk de Tempo Dulu? Weet jullie wat de exacte betekenis is? Tempo Dulu? Van vroeger, hè? Ja. Het is een historische tijdperk. Nou, kijk eens. Hé, dat is Sam, volgens mij. Ja, tussen 1870 en het begin van de Eerste Wereldoorlog. Ja. En Dulu betekent gewoon de Tempo Dulu, de tijd van toen, waar het vroeger, even tussen aanhalingstekens, goed was. Hè? Mensen van Rumakita, die zijn er helaas nou, op één of twee enkele na nog, die leven nog. En die hebben de Tempo Dulu echt waarachtig meegemaakt. Mijn ouders trouwens ook. Nou, even kijken. Welk plaatje hebben we hier? Ach ja, natuurlijk. Cultuurgewassen. Even, hè. Dit is eventjes in een vluchtendoppie. De geschiedenis. Nou, het cultuurstelsel was natuurlijk heel erg belangrijk. Cacao, rubber, noem maar op. Suikerplantage. Ik ben ook een kind van de suiker. En ja, dat was... En katoen natuurlijk en rubber, hè. Ja, dat was ook heel belangrijk. Hier zijn even wat foto's. 7, 8, 9... Ja, herkent u zich? Ja, ik ken een paar mensen die hier in de zaal zitten van ja, maar zo was ik ook, zo zat ik ook en zo, leuk hè? Ja, maar goed, gaan we eventjes naar de liedjes. Ik vraag me af waar jij geboren bent. Ik? Ja. Ja, Suriname, derde bananenboom rechts. Zij hebben alleen maar bananenbomen, dames en heren, maar wij hebben... De klapperboom. De klapperboom, ja. Zullen we maar spelen, Leo? Jullie mogen natuurlijk ook meezingen, meeklappen. Oh nee, wacht even. Shh, het is een bibliotheek, hè. Zachtjes. Ja, of niet? Oh nee, op maat. Jang dan mandi. Kali bersabar, kali bersabar, banyak ditanya. Jangan kami, noni bersabar, noni bersabar, banyak ditanya. Dan kami tahu ya, ayun, 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 ini yuk tetap berbawa, ayun, ayun, aspira. Jangan main gila. Ayun, ayun, ayun. Ini yuk tetap berbau. Ayun, ayun. Aspira. Jangan main gila. Khanita de. Dari net kali. En khanita uwe. Dari persapa. Laatje raden. Mijn kleine Ali, wanneer ik jou met raad van dienst wil zijn. Ayun, 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 in die ogen van de boom. Ayun, ayun, als die raad jouw naam aan mij in die raad. Ayun, 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 in die ogen van de boom. Ayun, ayun, als die raad. Jangan main gila, oke, Leo.
aspira, chiama mai ira. Ik zo omhoog moet kijken. Normaal praat ik altijd met mensen die altijd gewoon ja, op zithoogte zitten. Eén ding. Ja. Doe zinnen niet mee. Nee. Ja, dat doe ik zozeer. Even kijken, heb je er maar uit? Ik wel meezingen. Ja, hier vooraan wel, hè? Ja, ik was enige explicatie vergeten. Want, ja, dit is de bibliotheek, we mogen hier niet zingen. Jan Almandi, Hegeling. Jan en Mandy, Kali Bezabel, ja, je mag eigenlijk niet spelen. En het is eigenlijk een liedje voor de mannen, hè, die waarschuwt dat je helemaal niet in die Kali is een rivier, moet gaan zwemmen, want er zijn mooie meisjes. Waar zijn die meisjes? Oh. Nummer 11. Ah, kijk, ja. Maar goed, maar uiteindelijk is het liedje toch goed gekomen. Goed, wat volgende... Oh, dat is wel leuk, want dan kunnen we ze zo meteen meezingen. De volgende liedjes, dat kennen jullie ook wel. Het gaat over een burung kaka. Burung kakatoa. Wat betekent burung? Een vogel. Hè? Het gaat over een kakatoe. En die kakatoe die zit heel erg lekker ontspannen, zoals nu ook ik ook heel ontspannen zit. Op het vensterbank. En ze ziet opeens een oude nenne, een oude oma. En die, ja, zonder tanden. En die is ompong, hè, ompong, ja. En, ja. En wat zegt de vogel dan als het elke keer langskomt? Leitroen, leitroen, leitroen. Kunnen jullie dat zingen, volgens mij? Sommigen wel, hè? In de... Eén keer oefenen? Eén keer oefenen. Oh, één keer. Richard ook. Richard ook, ja. Leitroen, 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 la la la. Leitroen, 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 la la la. Leitroen, 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 la la la. Ik kan nog, nou, maar dat doe ik niet, hè, vandaag. Burung kakatua. Oké, zullen we maar, toch maar, ja, nou. Oké. Zoet water, ini, ai,
Zich zorgen maken. Is het wel een goede scherm? Ja, heel goed. Ja, nee. Ja, ik wil zo meteen een dik applaus voor mijn vriendin hebben, hoor, want die bestuurt die dingen. Ja, hey. Maria Victoria. Het liedje is, komt uit de Molukken volgens mij, Ayo Mama. En het is, ik zie alleen maar de vertaling hier. Of nee, ja, de vertaling, hè? Van de maak je toch maar geen zorgen, joh. Ah, joh, mama. Komt allemaal goed. Ja, toch? Per slot van rekening, ja. Is het met mij ook goed gekomen, hè, Marjan?
Oké, daarna komt Laju Laju en het, het gaat over een, ja, van kom gezellig ook, jongelui. We stappen allemaal in de boot. Dan gaan we lekker varen en dan gaan we lekker zwaaien met elkaar. Van eiland naar eiland. Geen zorgen. En dan gaan we van nu af aan, na vanmiddag, gaan we ons geen zorgen maken. Zullen we dat afspreken? Ik hoor niet massaal ja. Ajo, ajo, oh ja. Ajo, mama, 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 beta. Dia chuma, pega beta. Ajo, mama. Waar zijn jullie geboren? Of wie is er in Solo geboren? Zijn er maar een handjevol van, hè? Eén of twee, niet zoveel. Nou, laat ik dus toch wel in Solo geweest zijn. Prachtige stad. Het is namelijk een vorstendom. En ik had vroeger altijd rondleidingen ook aan de basisscholen. En dan zei ik ook al, ja, dat is een vorstendom, hè? En er wonen hier prinsesjes en prinsen. En zie hier voor je staan een prinses. En dan kijken ze je met mond open aan. Van, oh, is dat zo? Maar goed, ook dat is weer gelogen. Maar goed. Het
liedje Banjoan Solo. 550 kilometer lang. En het belangrijk, zeer belangrijk, rivier natuurlijk. Hè? Want het, daar wordt ontzettend veel handel verdreven. En wat zal er zijn zonder water? Maar volgens mij, mijn laatste informatie was wel dat er heel veel water in Indonesië ook gevallen is. Nu. Klopt, hè? Hoezo? Goed, Banjoan Solo. Solo riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insan ini musim kemarau tak seberapa Sylvia, die stonden daar toevallig. En Raoul zag ineens Sylvia staan. En die keek ook Sylvia elke keer aan. En zoveel en liefde en zoveel, ja, Tulum Lakami, help ons alsjeblieft. Hè. Want jij keek, ja, dus Raoul zei, ja, jij keek zo vaak naar mij.
Dat mijn... Ja, daar niet. Ja, is mijn neef. Ja, nee, ja, inderdaad, Sam, je hebt helemaal gelijk. Mijn hart deed zeer. Jouw hart deed zeer destijds. Daar op die Sawa gaf jij je trouw. Personang had die met veel plezier. Werd jij, ja, Sylvia, mijn vrouw. Nou, en dan zitten jullie hier. Tjonge, jonge, jonge. Goed, 17, 18, hè. Even kijken. Nou, zullen we dat maar strepen? Waktu potong. Pari. Ja. Oh, dat moest ik vertellen. Wacht even. Waar is die Annie-mesje? Annie-mesje, is dat daar? Ja, ja. Wie heeft dat wel eens gezien? Als ze gaan oogsten en dan gaan ze de rijst, gaan ze met zo'n Annie-mesje, heel scherp mes, moet je dan zo tussen je vingers doen. Dan gaan die halmen op de grond. En dan moet je dan de beraste rijst stampen. Oké. Waktu potong pari. Jullie mogen rustig zingen. Ik weet niet of de tekst daar staat, maar je mag ook neurien. Ja, sorry. Oh, en ze leefden lang en gelukkig, hè? Zie je dat? Waktu potong pari di tengah zaman, sambil bernyanyi riuh rendah memotong pari. Sedari pagi sampai petang memotong padi sambil bersuka, tolonglah kami bersama. Nee, wij niet. Leo wel. Leo wel. Ja.
Klappermelk met suiker, daar mogen jullie ook mee zingen. Ja. We zijn volgens mij al... Goed, op Ambon, alweer Ambon, hè. daar zijn nog heel veel mooie nummers geschreven natuurlijk. En ook in Java. Er zijn zoveel mooie nummers. Oh ja, wat ik helemaal vergeten te vertellen ben. Jullie hoorden misschien het ritme, of nog niet misschien. Maar straks ook wel. Dit is dus niet geen echte kroontje. Dit zijn gewoon liedjes uit de gordel van 's vannacht. Hoe wij het een beetje interpreteren. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel buitenlandse invloeden in Nederlands-Indië geweest, zoals Portugal. Hè. Dus heb je ook, we waren ooit eens in Sumatra en dan hoor je ineens Portugese muziek. En dan denk je, hè, we zitten toch niet in Portugal? Van na 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 na. Dat is Portugees, hè? Maar dat is ook typisch Noord-Sumatraanse muziek, de Batak. En zo zijn er zoveel verhalen. Goed, maar nu gaan wij dus naar Ambon, want daar woont een meisje. Oh, Sam, daar woont een meisje. Weet je dat nog? Waar iedereen van zingt. Op Ambon woont een meisje, waar iedereen van zingt. Omdat zij erg mooi is, en ook wat zij drinkt. Wees toen zij nog geen drie was, en mama vroeg aan haar. Wat wil je eens gaan drinken, had zij haar antwoord klaar. Ik wil klappermelk met suiker, want niets anders. Lust ik niet. Ik wil klappermelk met suiker. Ja. Ze wil geen appelsap of limonade. Thee en koffie laat zij staan. Ze is nu 18 jaar, een jongen is gekomen en hij houdt naar Sylvia Rappel. En toch als hij met haar uitgaat, is hij niet erg content. Steeds als hij om een kus vraagt, vraagt zij op dat moment. Ik wil klappermelk met suiker, want iets anders. Wie kent ze niet? Nou, vroeger waren ze namelijk heel in Nederland erg bekend, met name in de 50e jaren. Hebben jullie ook allemaal wel bewust meegemaakt, toch? Hier in Nederland? Of zaten jullie toen in de herfst boven de klappenboom? In de klappenboom. Goed.
Ja, maar goed, ze hadden dus een top 10, een hit. En dat was ongeveer ook de klappermelk met suiker. Maar ik vond dit een leuk nummer. En dat gaat dus over, even kijken hoor, Bitter Inging Maupulam. Even kijken, waar is die? Sorry. Weer een Molux nummer. Excuus, ik speel maar met drie vingers namelijk. En zo heel af en toe moet ik dan mijn plectrum gebruiken. En goed. Als het verkeerd is, dan geef maar de duim de schuld. Bitter Inging Maupulam, Ambon Inja E. Het gaat dus even eigenlijk over heimwee. Heimwee naar die goede oude tijd. We hebben er een beetje een jazzversie van gemaakt. Maar een beetje. Eta ingi ma pula ke amonina e pula ke kampungku di Maluku. Eta ingi ma pula ke amonina e di tengah lautan teduh. Di mana pohon saku merami-rami, kami belajar memakai yang baik. Kita ingin pulang ke Amunai, pulang ke kampungku di Maluku. Leo. Dames en heren, net als Raoul en Sylvia natuurlijk.
Die keren weer terug naar de tijd van vroeger. Maar ja, zo jong zijn jullie niet, hè? Nee. Naar hun geliefde Raoul Babé, geboren in Nederland volgens mij. Ja, sorry, ik vraag gewoon de verkeerde. Marion. Marion. Nee, het is niet waar. Oh, goed. Marion is namelijk een, is op de zijn onderneming en dat is een suikerplantage. Toevallig heb ik daar mijn eerste 5,5 jaar, ja, ook daar gewoond. Ik weet niet hoe dat we dat stalen, hè, die palmsuikers en zo. Klaar, die vielen uit de lorries toen als klein kind, deden we dat, hè, niet verder vertellen. Marion. Dus jij gaat dus terug naar Marion met Sylvia. Ja? En ze keren dus weer terug naar die goede oude tijd in Marion. En hand in hand. Rinting in de regen. En dan herinneren ze zich weer naar die glorieuze tijd van vroeger. Die goede oude Tempo Lulu. Ze pannen het al aan. Er zijn foto's van, ik weet niet of jullie... dit herkennen, volgens mij is het niet Marion, maar volgens mij is het Bandung. Wie komt er uit Bandung? Niemand. Zelf niet. In Aleo. Het is eigenlijk een liefdesliedje. Dan doe je eigenlijk je hand in hand. Ik weet niet of jullie dat kunnen veroorloven hier zo in de stoel. Ja, natuurlijk, waarom niet? Dan waren jullie hier weg eventjes weer terug naar vroeger. Maakt niet uit of het Marion is of of Solo, of Bangkok, of Wageningen. Maakt niet uit. Sengaja aku datang ke kotamu. Namanya tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali berjalan jalan bagai tahun lalu. Walau diriku kini berdua, dirimu ku tiada berbeda. Namun kenangan sepanjang itu tak mungkin lepas dari ingatanku. Okay, boven. Sing my bass. Panjang jalan kenangan kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan kau perlu diriku mesra. Ujaya biji-biji di dalam buah itu, kenapa nikmatnya malam syadu. Oke, Leo.
misschien al van dat liedje van Beta Ingin Maupulang. Heeft ook Polonese invloeden. Hè? Dat is een beetje dat Hawaïense. Dat is toch wel leuk dat je dan. Hè? Nu een heel ander liedje. Het gaat ook alweer over de liefde volgens mij. Het houdt maar niet op. Liefde van Raoul en Sylvia. Die staan. Als u na afloop vragen hè, u kunt altijd vragen stellen aan de echtpaar hier. Gewoon live. Nou ja. Maar ja, een onbeantwoorde liefde, dames en heren, wordt toch beantwoord. Hè? Zie ik hier, ze zitten hier dus. En door de krachten van de wind. Nee. Oh jee, oh jee. Die over alle eilanden. Angin is wind. Ja. Over alle dorpen waait in Sulawesi. Wie is in Sulawesi geweest trouwens? Ja, mooi hè? Twee. Ja, prachtig hè? Ja, en Noord, ja, ook Noord-Sulawesi bij, ja. Ja, hè, allemaal prachtig hè? Goed, nou, ik ga het even over de wind vertellen. Dit is Angin Mamiri, ja. Nou, zullen we diegene dan weer modulatie nog maken? Wat ik wel, dus ja, goed. Angin mamiri ku pasaje, pintu cuy tong-tong anak, tu selalu takkan lupa. Angin mamiri ku pasaje, pintu cuy tong-tong anak, tu selalu takkan lupa. Thank you.
playbacken, hè, met je mond, tjak, 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 krijg je toch ineens een hard daverend applaus. En hij die zo intens en passioneel was, weet je wat ik nou hoor? Maar wat hun nu wisten, is eigenlijk, ik had zoveel pijn in mijn handen, ik denk, waarom moet mijn handen even rusten? Vandaar. Ja. Okay. Ja, ik dacht al, doet hij toch weer gek. Ja. Ja, je weet het nooit met al die bendeleden die we op de duur hebben vergaard. Oh, wie zie ik hier op mijn beeld? Op je wie? 24, 25. Natuurlijk, heel oud, ja, natuurlijk, hè. Ja, dus vooral met name de bovenste rij daar, hè. Ja, die moeten er ook even luid zingen, hè. Maar volgens mij kom jij, Richard, uit Surabaya, of niet? Ja, zeker. Nou, kijk, speciaal voor jou, voor de vanmiddag, speciaal voor jou, uitgezocht Surabaya. En natuurlijk, Surabaya is bekend geworden door, natuurlijk, wie anders? Anneke, ja. Niet Anneke Rot, die woont in Wageningen, heel wel bekend natuurlijk, maar Anneke Grunlo. Oh, Tina Grunlo. Nee, Anneke Grunlo, ja. Tina Grunlo. Die is helaas overleden. Maar die heeft heel veel, dus ook heel getalenteerd, hè. Of tenminste, veel talent. Vroeger in de jaren 50 bekend geworden met Wieteke van Dort, Rob de Nijs, nou, noem maar op. Dat is ook de reden dat ik eigenlijk ook hier speel. Ook leuk voor hun ook. Hè? Dat ik toch eventjes wil nalaten. Ja. Goed. Surabaya, volgens mij staat de tekst ook nog. Dat moeten jullie, dat zeg ik ook altijd. Ik werk ook af en toe in het Odense huis. Dat moeten jullie gedragen zingen. Ja, gedragen, hè. Surabaya, Surabaya, mijn gedachten zijn altijd bij jou. Oké, het is een wals, jongens. Waarom moest ik jou verlaten? Eenzaam sta ik voor mijn raam. Engel is de lucht en hoog ik zicht. Vormen mijn lippen jouw naam. Thank you.
ooit roeiboot. Maar dit heet Pangayo Pangayo. Dat is leuk, hè? Even kijken. Pangayo Pangayo. Is dat... ja? Pangayo, ja. Er is geen tekst bij, maar... in deze zaal zijn er ook danseresjes. Ja, nee. Ik zal het niet verklappen, hoor. Maar, maar hierop hebben ze toevallig nooit... nooit gedanst volgens mij, hè? Nettie? Nee? Nee. Goed, maar ja, maakt niet uit. Het heet, het gaat over een roeiboot. Een Lambert die vraagt Marjan, ja sorry Tom, van hé hey, Marjan, kom. Kom in de roeiboot. Ja, maar dan zegt Marjan, nee, ik wil Tom erbij. Nou ja, oké, okay, vooruit dan maar. En neem dan ook Raoul en Sylvia mee. Pagayo, 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 toko di mi narabaye. Tu charu ramungare al rame rame, ebe danza bae bae. Pagayo, 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 toko di mi narabaye. Tu charu ramungare al rame rame, ebe danza bae bae. Mana, leg sofeta. Trappa polo beta kele, trappa trappa, pagayo e pagayo, pagayo toko di narabaye, chichara ramugare rame rame, e la tamsa papa. Pagayo e pagayo e pagayo, pagayo toko di, chichara ramugare rame rame, e la tamsa papa. Toko dingi ngana bae, chichara ramugare rame rame, eba tamsa. Leo. Sore sore. Ja, waar gaat het liedje over? We hebben dat namelijk met de Rumakita Band destijds in 2009. Toen kwam destijds koningin Beatrix. En toen zeiden we, ja, dan moeten we toch wel eventjes. Tijdens de opening van Rumakita. Rumakita is nu een verpleeghuis, maar destijds een verzorgingshuis. En toen zeiden wij als band zijnde van, nou, dan moeten we toch wel een gedragen liedje, onder andere Ben Alan Solo en dit Bakto Ujan Sorry Sorry zingen. En dat hebben we ook gedaan en dat hebben we achteraf ook geweten, want we waren zo nerveus dat we het heel erg vlot hebben gezongen. Maar ja, ze gaf ons een compliment en ze zei ook al, wat hebben jullie toch een vrolijk liedje uitgezocht. Terwijl het helemaal geen niks is vrolijkheid. Want moet u voorstellen, u gaat met uw geliefde, hè? Niet Raoul en Sylvia, maar ja, gewoon op een bootje varen. En dan, ja, en dan moet je dus eigenlijk nooit in de regen in die boot stappen. Want ja, als het regent, dan dondert het ook nog. Is zeker op de Toba meer,
Daar zijn jullie toch ook geweest. Hè? En dan slaat de noodlot slaat toe en dan wats, die bliksem. Ja, en wat er later gebeurde, weten we ook niet. Maar goed, maar het is wel hilarisch en we kunnen dat allemaal als Rubakita band destijds wel ook die anekdote overdragen. Dat zij het zo een vrolijk liedje vond. Dat is van Hannibal. Oké. Jullie mogen meezingen. Degene die ook op de laatste rij alweer aanwezig die kunnen dat. Vaak is het liedje altijd, dan gaan ze ook altijd dansen erbij. Het is toch wel een heel gezellig liedje. We maken er ook gewoon een gezellig liedje van. Maar je moet het eigenlijk heel gedragen. Even hoor, je moet het eigenlijk zo doen. Wat doet Jan Sore Sore? Kilat Samper Pogonari. Eetje Tjaro dan Mongare. Ari Dansa dan Mongari. Bukulti Fato Topua. Cada vale mi ti carreta non ha danza de natura già non si nir na ma peda e menari sabe go. Ik heb leeg zo van die Rasa rame, jangan pulang dulu. Zo speelt, zo had het dus moeten. En hoe, omdat wij zo nerveus waren, Leo. Toen waren we heel nerveus. Toen deden we dit. Wat doe je dan, sorry, sorry? Hier laat samba, oh, wat een nari. Hey, je tango dan op kale. Ari dansa, dan een nari. Poco mi fa tutto boa. Yeah.
salami, chana pula manduwe. Nou heeft Lulu wel gezegd dat het de laatste nummer was, maar jullie vinden dat het natuurlijk niet zo is. Alleen willen wij dan horen van... Eentje dan, hè? Eentje dan. Ja, een slaapliedje. Een slaapliedje. Heb je een slaapliedje, Victoria? Ja, tot ziens. Nou ja, dames en heren, mag ik eventjes een hartelijk applaus voor Leo voor de applausjes. Nou, dat is echt een lang applaus, hè? Aan mijn linkerkant, Samsam Poer. Samsam, zal mij het wagen nemen. En deze mevrouw is Lulu Benna! Ja, ik geef. Nina Bobo, met z'n allen. En dat betekent namelijk slaap. Kindje. Dat dit al ooit ons laatste nummer zou zijn. Oké, maar vooruit maar. Mevrouw, mijn moeder, die hebben we ook. Dus vraag het even aan mij of een van mijn collega's. Dank jullie wel. Dank jullie wel.